In de kennisimpuls waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Ecologie. Dat zijn verschillende kroonsoorten. Dit is allemaal klein kroon. We willen graag de ecologie verbeteren, dus echt de waterkwaliteit. En we vragen ons vooral af, wat zijn de meest belangrijke factoren die daar invloed op hebben, zodat we straks ook goede maatregelen kunnen nemen. Daarvoor zien we al die sprietjes van. Nou, we hebben 3 sporen gevolgd. We hebben heel veel kennis bij elkaar gebracht. We hebben de effectiviteit van de maatregelen die tot op heden genomen zijn onderzocht. En we hebben een tool gemaakt om verbeteringen door te kunnen voeren. Het belangrijkste is de CESA-tool, de systeemgerichte ecologische stressanalyse. Daarmee hebben we een instrument om de stressfactoren in beeld te brengen in een bepaald water en om daar maatregelenpakketten op te zetten. Kijk, de watergang is het putje van de omgeving. En we willen de omgeving kennen, dan kunnen we naar de bron van het probleem en dan kunnen we het probleem veel beter aanpakken. In dit project is gewoon met heel veel enthousiasme door de onderzoekers en door de aquatische ecologen gewerkt om alle kennis samen te bundelen. En zo echt te kijken dat we concrete stappen kunnen maken in het verbeteren van de waterkwaliteit en vooral ook er meer inzicht in te krijgen. Nou, ik denk dat de wetenschappers daarmee veel praktischer zijn gaan denken en werken. En misschien de waterbeheerders dan wel weer meer wetenschappelijk. Dus zo kom je een beetje het midden uit. Wat ik in de koffer stop is de gedachte dat we naar de bron van de problemen gaan en de problemen dus ook aan de bron gaan aanpakken. Ik stop in de koffer de landelijke samenwerking. Omdat ik denk als we landelijk samenwerken, nog beter dan dat we nu doen, veel meer kunnen leren over ons systeem en betere maatregelen kunnen nemen. Dit is de beste samenwerking die ik ooit met de waterschappen gedaan heb. Kennisimpuls waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.